De 12-jarige Feline Hogevorst doet begin juni mee aan Alpe d'Huez. Duizenden Nederlanders beklimmen dan de Alpe d'Huez in Zuid-Frankrijk om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte kanker. Omdat een vriendin van mijn moeder en mijn vader, die had ons gevraagd. En dat was al 2 jaar geleden, maar toen ging het niet door corona. Toen zou ze wel nog meegaan met de Alpe d'Huez, maar nu is ze er niet meer. Dus eigenlijk doen we het voor haar. Om zelf ook geld in te zamelen is Feline begonnen met verschillende acties. Ik verkoop armbandjes op mijn Instagram-account. Bij mijn moeder op werk staan ook armbandjes en bij de kapper van ons. En we gewoon posters ophangen en QR-codes kijken of ze kunnen willen doneren. Wat is een beetje jouw streefbedrag? Nou, het liefst willen we echt het 2500 euro, maar dat lukt natuurlijk niet nog in de anderhalve week. Dus we gaan nu voor de 500 euro. En ook haar klasgenoten van Juverta in Alphen aan de Rijn dragen een steentje bij. De deelname van Feline staat centraal bij een schoolproject. Ik vind het super tof dat ze doet, want het is best wel veel om dat te doen. En ze is natuurlijk ook nog niet super oud, dus ja, ik vind het eigenlijk best wel tof dat ze dat doet. Ik vind het heel bijzonder omdat de opdracht was om een marketingplan te maken, om een marketingcampagne te maken. En in plaats van dat zij iets commercieels daarmee heeft gedaan, dacht zij van nee, ik ga een marketingcampagne maken om geld op te halen voor mensen met kanker. Voor onderzoek naar kanker. En dat vond ik best wel, ik vond het inspirerend. Ik ga hem lopen en ik ga denk 1 keer, want 1 keer vind ik wel genoeg. Ik weet niet of 2 keer mij lukt, want het is best wel steil en gewoon 14 kilometer de berg op dus. En als je nou boven bent en je kunt nog een keer? Dan zou ik nog wel een keer gaan, ja.